Dit is een uitzending in het kader samenwerking van de Vrije Evangelisatie samen met de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem. Als thema Gods woord is één. Vorige keer hebben we het gehad over de wet Torah en vandaag het cruciale deel, het centrum, over de profeten. Ja, inmiddels hebt u 2 Petrus hoofdstuk 1. Als we het vandaag gaan hebben over Gods woord. En weet u, Jezus heeft op Paaszondag, is toch voor ons de meest cruciale dag in de wereldgeschiedenis, de opstanding, heeft Jezus tot 2 keer toe aangegeven hoe hij de Bijbel leest. O ongelooflijk vraag van hart dat gij niet alles vroeg dat de Messias moest leiden om tot zijn heerlijkheid in te gaan. Dat gij niet alles wat in wet, profeten en geschriften staan. Dus Jezus, die had de schriften, de Bijbel, en die noemde dat dus niet Oude Testament. Hij noemt het de schriften die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Wet, profeten en geschriften. Vorige keer hebben we het iets over de Torah gehad, de wet. En met Hebreeuwse oren gaat het steeds over het begin en het eind en het centrum. In het Nederlands is een roman zo opgebouwd dat je vooral de laatste pagina niet moet missen, want dan mis je de happy end. Het is vaak ellende, verlossing, dankbaarheid. Zo zijn veel romans opgebouwd. Alleen in het Hebreeuws gaat het over begin en eind. En het centrum wat God wil benadrukken staat letterlijk in het midden, in het focuspunt. Bij de Torah hebben we de vorige keer gezien, het begint met de principes. Bereshit bara, dat God de schepper is van hemel en aarde. En dat kwam ook al terug in het gebed van Willem. Dat is het eerste principe, dat God de schepper is. En het slot van de Torah is het woord Israël. Het is niet alleen het land en het volk, maar ook hij die strijdt met God en overwint. En in het centrum van de Torah staat, heb uw naaste lief als uzelf, van ik ben de Heer. We gaan het vandaag hebben over het middenstuk van die, wat wij in het Oude Testament noemen, de profeten. En dan zullen we zien dat het steeds over begin, eind en het centrum gaat. Maar eerst gaan we lezen waarom dat profetische woord ook in het Nieuwe Testament nog steeds van belang is. Vers 1 en ik lees vanaf vers 16. Want wij zijn geen kunstig bedacht of verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop af te slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben dit gesproken. Amen. Amen. Met andere woorden, de Bijbel zegt zelf dat het profetische woord niet oud is. Maar dat juist Jezus ook een vervulling van die profetieën is. En de discipelen zagen Jezus, maar wij hebben nu het profetische woord. En die heeft 2 doelen.
staat erin. Dat we dat mogen lezen, en wat staat er? Dat we daar acht op slaan als op een lamp die schijnt in de duisterplaats totdat de dag aanbreekt. Dat is één. Dat is voor de wereld. Maar ook voor onszelf. En dat de morgenster opgaat in uw hart. Dus het profetische woord wil juist het vuurtje aanwakkeren dat we volhouden totdat die morgenster aanbreekt. Niet alleen in de wereld, maar ook in ons hart. Amen. Daar gaan we voor. Met het profetische woord is dat wat wij het eerste verbond noemen. U kent die allemaal. Alleen hoeveel profetische boeken zijn er? We hebben vorige keer gehad de wet of de Torah. Dat zijn er vijf. En die kent u allemaal, de vijf boeken van Mozes. En daarna, in de christelijke editie, lezen wij de boeken Jozia, Richteren, Rut, Samuel, Koningen, noem maar op, lezen wij als historische boeken. Dat wil zeggen dat er ooit eens een Jozia geweest is die met het volk door de woestijn, uiteindelijk door de Jordaan, het beloofde land inging. Mooi. Goed te weten voor mensen die in geschiedenis geïnteresseerd zijn. Maar met Hebreeuwse oren, Jozia is het eerste boek van de profeten. En als je er dus een stempel boven zet, het is een profetisch boek, wil zeggen dat je dus ook dat moet lezen als een profetisch boek. En niet alleen als een historisch boek van nou, er was eens een Jozia. Want dat betekent dat het voor ons nu geen zin meer heeft om dat te lezen als puur historisch. Maar een profetisch boek lezen we totdat de morgenster in ons hart opgaat. En wie is die blinkende morgenster? Jezus. Maar die wordt door de profetische boeken aangekondigd. En zodra we die profetische boeken gaan lezen, dat Gods geest aan ons hart bevestigt. Wauw! Dan gaat dat gebeuren. En niet alleen bij de komst van Jezus, maar ook profetie heeft een voorafschaduwing van de wederkomst. En daar gaan we het over hebben. Want Jozua heette eerst helemaal niet Jozua. Jozua, toen hij nog knecht van Mozes was, hij heeft 40 jaar stage gelopen, hè, bij Mozes. Heette hij Hosea. Maar wanneer hij in de bediening wordt gezet, dan wordt hij een Jehoshua. Komt er iets van de naam van God, Yahweh, in zijn naam. Net zoals Abraham heette Abraham, hoofdverheven vader. Maar wanneer hij in de bediening komt, in Gods plan wordt ingevoerd, wordt hij Abraham. Komt hij iets van de Jod, He, Waf, He, van de goddelijke naam in hem. En dan wordt hij vader van vele volkeren. Want God zegent Abraham tot zegen voor vele volkeren. Zoals Jozua heette Hosea. Maar wanneer hij in de bediening wordt gebruikt, wordt hij een Jehoshua. Dezelfde naam als Jesaja en dezelfde naam als Yeshua. Hey. Dus we hebben een nieuwe leider, een Yeshua, snapt u de verbinding? Die het volk in het beloofde land kon brengen. En hij wordt genoemd, zijn naam is Jozua, de zoon van Nun. Nou, prima. Maar ja, Nun, ja. Maar met Hebreeuwse oren, Nun betekent de vijftigste. Hé, hey. Het is dus een jubeljaar, want 50 heeft iets met het jubeljaar te maken, dat mensen weer grond onder de voeten krijgen, weet je? Waar gaat het bij Jozua om, dat dat clubje slaven, en in die woestijn die ook verder niet zoveel had, dat die in het beloofde land weer grond onder de voeten krijgt?
Dat staat in het centrum van die profetische boek Josia. Josia 13 en 14, dat is drie hoofdstukken gaan erover. Dat het erfdeel van de kinderen Israëls, dat ze weer grond onder de voeten krijgen. En Nun, Josia de zoon van Nun, Nun betekent ook vissen. Hé, hey, wat heeft Jezus ook alweer te maken met vissen? En wat hebben wij te maken met vissen? Vissers van mensen. Dus in die naam ligt al een roeping. Namen in de Bijbel zijn niet zomaar aankondigingen of etiketjes. Een naam is je roeping. En dan komt ie. Als Josia wordt geroepen, heeft hij al 40 jaar stage gelopen, hè? Dus hij is voorbereid. We moeten ook vaak eerst voorbereid zijn voordat God ons ook in de bediening kan plaatsen. En dan staat er aan Josia 1, als God hem roept, dan zegt God, Mozes nu, mijn knecht, is dood. Nou, als er iemand wist dat zijn mentor, zijn coach, overleden was, dan was dat Josia. Maar waarom bevestigt God direct in Josia 1 dat God zegt, Josia, mijn knecht, Mozes, is gestorven? Om gewoon duidelijk te maken dat er een punt achter staat. Want soms blijven we hangen in het verleden en oh, het was zo goed toen Mozes hier was. Nee, God gaat nu iets nieuws doen. Een profetische met een nieuwe leider die u niet rondjes laat lopen in de woestijn, maar hun de intocht gaat geven. En daarom is duidelijk, Mozes nu, mijn knecht, is gestorven. Punt. Wel nu, Josia, wees sterk en moedig, want ik ben. Wie is dat? Ik ben. God zelf, hè? Is met u. Dus hij kreeg ook al van Mozes al de zegen mee. Maar dat is niet voldoende. Je moet vanuit God zelf de zegen ontvangen dat ik ben, is met u. En dan hoeft hij ook niet bang te zijn. Dus bij Josia gaat hij het beloofde land in. Weet je op welke dag dat het was? Dat hij het beloofde land in ging? Kijk, God is een God van principes, hè, hebben we vorige keer gehad. En van orde. En God is geen chaos. God gaat vanuit de chaos ordening scheppen. Zo'n God hebben wij. Wat doet God precies op hetzelfde moment? Dat is de tiende van de eerste maand. Gaat Josia met die miljoen mensen door de Jordaan. Dan hebben ze 3 dagen bij Gilgal besnijdenis. Want dat was in de woestijn niet gebeurd. En op de 14e van die eerste maand vieren ze Pesach. Ziet u dat het precies 1400 jaar later met die andere Yeshua, dat hij op de 10e van de eerste maand heeft hij de intocht in Jeruzalem. Dan is dat 3 dagen dat hij gekeurd wordt door Herodes, Annas en Caiaphas en de hele handel en Pilatus. En dan op de 14e van die eerste maand sterft hij op Gilgal. Is dezelfde naam als in het Grieks Golgotha. Zie je hoe zo'n parallel er is tussen die eerste Josia en onze Yeshua? Dat is gewoon profetie. Dat is niet historisch, dat is gewoon profetisch. En dan, aan het begin van Josia is dus die intocht in het beloofde land. U weet, bij die uittocht uit Egypte, heeft die generatie, die heeft al die tekenen van God gezien, hè? Die 10 plagen, dat die 10 afgoden van Egypte gewoon afgevallen waren, zeg maar. Ze hebben zelfs gezien dat zij door die Schelzee konden, en die farao zien we niet weer terug. En die eerste generatie die dat allemaal gezien heeft, heeft er niks van geloofd.
Want toen, 50 dagen later met de eerste Pinkster, wekenfeest, dat Mozes opklimt naar God en de Torah ontvangt. Hij is 40 dagen bij God. 40 dagen later komt Mozes weer van die berg af. En wat heeft het volk gedaan? Mozes, lang niet gezien joh. Moeten we maar wat anders doen. Ga je weer die afgoden uit Egypte weer een gouden kalf van maken. Zie je? Daarom kon die generatie die al die tekenen gezien had, maar niet het had geloofd, niet het beloofde land in. Maar de volgende generatie die niks had, alleen maar dat God hun iedere dag manna gaf, die konden niet anders dan op God vertrouwen. En vlak voor de intocht krijgen ze de samenvatting van de Torah nog een keer. Zodat die generatie het niet van horen zeggen heeft, maar het zelf van God heeft gekregen. En dan zijn ze strijdbaar om het land in te gaan. Moet je eens nagaan. Het volk wat de intocht had. Er waren maar twee mensen, die waren 80. Jozua en Caleb. En de rest was onder de 60. En de meeste nog geen 40. Dus dat was een zeer strijdbaar volk. Maar veel jonge mensen. En die hadden maar één doel om het land in bezit te nemen. Nou, precies toen was dat ook dat volk. Dat was niet driekwart zeg maar bejaard. Nee, driekwart was onder de 40. Dus die had het leven al voor zich. En die moesten dus ook het land veroveren. Alleen wat staat er aan het eind van Jozua? Want we proberen het begin, het midden en het eind, niet alles te behandelen. In het midden staat natuurlijk van Jozua dat het erfdeel van de kinderen van Israël. Daar gaat het om. Dat was de roeping die God aan Jozua gegeven om het land in bezit te nemen. Maar wat staat er aan het eind van Jozua? Er was nog veel land om in te nemen. Dus de opdracht was nog niet voltooid bij die eerste Jozua. Alleen wat zegt Jozua zelf op het eind? Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Want dat had God hem al vanaf het begin gegeven en aangegeven. Wat je ook doet, ga het wetboek van God dag en nacht bestuderen. En aan het eind van zijn leven zegt Jozua: ik en mijn huis, dus ook zijn volgende generatie, zullen de Heer dienen. Als voorbeeld voor de rest. Ook bij Jozua zie je het één voor allen principe. Wat de leider doet, is een beeld voor het volk. Alleen wanneer die leider sterft, voordat je het weet, komt er van alles. Nou, we hebben een aantal profetische boeken. En die zijn ook weer in drieën ingedeeld. We hebben de vroege profeten. We hebben de grote profeten. En we hebben de 12 kleine of late profeten. De vroege profeten, dat zijn er 6 in totaal. Dat zijn Jozua, Richteren, 1 en 2 Samuel, 1 en 2 koningen. Dat zijn de vroege profetische boeken volgens de Hebreeuwse indeling. De grote profeten, dat zijn de 3. En waar doet je 3 altijd aan herinneren en aan denken? Wat was de naam van God ook alweer? Ja. Bijna goed. Ja, we komen er wel. Jaweh, ik ben de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. Dit zal mijn naam zijn voor eeuwig. Dus wat is de naam van God? De God van Abraham, de God van Isaac. Dus wij hebben het niet zomaar over God, want er zijn zoveel goden. Maar onze God heeft een drievoudige naam. En Abraham is de vadertype, Isaac de type van de zoon. En Jacob het beeld van de Heilige Geest, transformatie van Jacob tot Israël. Dus God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest komt helemaal in die naam te.
terug. Ja. Bij die profeten, dus die vroege, die drie grote profeten, welke drie zijn dat? Dat zijn dus de drie. Jesaja, Jeremia en Ezekiel. Laten we daar eens even gaan kijken. Die hebben qua opbouw een geweldige parallel. Eerst even Jeremia en Ezekiel. Mensen, kijk. Even eerst Jeremia en Ezekiel. En daartussenin Jesaja. Jeremia is uiteindelijk aan het eind van zijn leven met ballingen meegegaan naar Egypte. Ezekiel is meegenomen met ballingen naar Babel. Hey. Dat zegt al iets. En toch klinkt daar vanuit het profetische woord vanuit Jeremia en Ezekiel, zowel vanuit Egypte als vanuit Babel, waar ze de eerste keer na 400 jaar waren en de tweede keer 70 jaar, toch klinkt het profetische woord, zelfs vanuit Egypte en vanuit Babel, dat God zijn volk Israël zal herstellen in het land. Jongens, ook al weet je verder niks van Jeremia, van Ezekiel, maar als deze boodschap weer klinkt, dat waar je ook bent, tot Egypte bent verbannen of tot Babel, God gaat zijn volk terugbrengen naar zijn eigen land. Zo spreekt de Heer. Dat is het profetische woord. En dan, precies in het centrum, heb je Jesaja. Dezelfde naam als Jehoshua. Het betekent God redt. Dus we hebben in de Bijbel een boek van het reddingsplan van God. Kijk, als je zo Jesaja leest, wordt het feest. Maar eerst Jeremia en Ezekiel. Die beginnen beide. Eerst Jeremia. Jeremia begint met: ik waak over mijn woord. Weet u, dat Jeremia die ziet die amandeltwijg en denkt hij, wat is dit nou? En God vraagt hem, wat heb je nou gezien? Amandeltwijg, ja, zeg je niks. In het Nederlands. Maar amandeltwijg in het Hebreeuws is sheker. En dat betekent ook, ik waak. En een amandelboom is, heet in Israël wel de wakerboom. Dus de boom die het direct begin van het jaar, half januari, al gaat bloeien en pas eind december vrucht gaat brengen. Dus vanaf het begin tot het eind van het jaar is die boom een teken van hoop. En zo waakt God over zijn woord vanaf het begin tot het eind. Dat geeft al rust voor Jeremia, die ook nog jong was. Ja, het kan niet zoveel, maar God plaatst hem in de bediening. En dan, precies halverwege, precies in het midden van Jeremia, Jeremia 26, wordt de val van Jeruzalem geprofeteerd. En dat is ook gebeurd. En dan helemaal op het eind, dus ik doe alleen begin, midden en eind, precies op het eind van Jeremia, Jeremia 52, wordt de laatste koning van Juda in Babel, krijgt hij genade. En als de koning genade krijgt, in het oog van die Nebukadnezar, dus die heidense vorst, als de koning een begenadigde plek krijgt, is dat het principe van één voor allen. Dan komt het met het volk ook goed. Die krijgt vroeg of laat ook weer genade. En dat principe zie je iedere keer. Als bijvoorbeeld David het fout doet en zonde begaat, moet het volk boeten.
Maar ook als Caiaphas zegt, het is beter dat één sterft in plaats van het hele volk verstrooid wordt. Is profetisch hetzelfde principe, één voor allen. Vandaar dat men ook in Israël zegt, als je één persoon redt, red je daarmee de hele mensheid. Dus ook al doen wij misschien wat op onze eigen terrein, lijkt het niet zoveel, maar als we maar één helpen. Wat zegt de Bijbel? Wanneer er één persoon tot geloof komt, is er al feest in de hemel. Amen. Nou, hoeveel engelen zijn daar? Stuk of wat veel. Ja, toch? Dus dat principe zien we al bij Jeremia, dat je denkt, oh Jeremia, dat is zo'n klagerig gebeuren, heeft ook nog die klaagliederen gedaan, nou, en we gaan Jeremiëren. Mooi. Maar je moet met een profetisch woord altijd ook het slot in de gaten houden. Want dan krijgt de koning gesed, genade. Barmhartig en genadig is dit. Jongens, het is een kern. Ja, tegenwoordig hebben we het over competenties. Het is een kernkaraktereigenschap van God. Dat hij ook ons nog steeds genadig is. Dat is Jeremia. Hetzelfde patroon heeft Ezechiël. Ezechiël begint, Ezechiël 2, ik zal spreken, zegt de Heer. En met Jeremia, ik zal waken over mijn woord. Ezechiël, ik zal dat woord ook spreken. Maar precies halverwege Ezechiël, Ezechiël 24, daar is het dat Jeruzalem wordt verwoest. Nou, dat hebben we gezien. Maar gelukkig, deze profeten zijn geen oordeelsprofeten, want ze zal maar kommer en kwel. Aan het eind van Ezechiël mag je de hoop verkondigen. Vanaf Ezechiël 36 is het al herstel van al die dorpen en menen, dat kent u. En vanaf Ezechiël 40 tot 48 gaat het zelfs over de herbouw van de tempel. Over de eredienst voor de Almachtige. Dus hoe Jeremia en Ezechiël er ook in stonden dat ze het oordeel moesten aankondigen. En in het centrum gaat het beide over de val van Jeruzalem. Bij Jeremia en bij Ezechiël. Maar op het eind zien we bij Jeremia dat de koning genade krijgt. En bij Ezechiël dat het volk genade krijgt. Vandaar dat ook Ezechiël een vervolg is op Jeremia. Van die drie hoofdgrote profeten kennen we natuurlijk Jesaja als allerbeste. Jesaja heeft een bijzondere compositie. Jesaja begint net als Jeremia en Ezechiël, Jesaja 1 vers 18, komt, laten we gezamenlijk richten. Dus God gaat al die wandaden van het volk in het gericht laten komen. Maar direct een teken van hoop, al waren uw zonden als scharlaken en uw als kamerzijntje zullen worden als wit wol. Dus er is hoop. Jesaja, Yeshua, God redt, is natuurlijk nooit een boek wat alleen maar kommer en kwel geeft. Maar let wel, Jesaja is in te delen in zeg maar twee grote onderdelen. Van hoofdstuk 1 tot en met 39. Dat zijn de oordelen over de volkeren. En vanaf Jesaja 40 tot 66... Let op, dat zijn er 27 hoofdstukken, want 40 moet er ook bij tellen. Vanaf 40, met Hebreeuwse oren, 40. Waarom is 40 iedere keer zo'n belangrijk getal? Omdat alle letters in het Hebreeuws hebben ook een getalsnaam. Dus de Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, de ABC in het Hebreeuws, heeft dus ook getal 1, 2, 3. Dan is de eerste letter in het Hebreeuws die ook gesloten is, is de mem. En die is getal 40. Dus bij 40 zie je gewoon dat er iedere keer een afronding is. En weer een opening voor iets nieuws.
Dus bij hoofdstuk 40 van dat boek van God red, gaat er dus een nieuw boek open. Wel dezelfde profeet, maar gaat een andere toon werken. En die compositie is heel belangrijk. Er zijn er vanaf hoofdstuk 40 tot 66, zijn er 27 hoofdstukken. Dat zijn er weer 3 keer 9. Dan denk je, ja, het is allemaal wiskunde hier vandaag. Nee, dat heeft God zo gedaan, dat heb ik niet bedacht. Maar die 3 keer 9 is van hoop. En ook 3 keer betekent dat het aan alle kanten wordt bevestigd. Alleen nog komt hij. Lees dus mee in Jesaja. En dan steeds aan het eind van die 3. Jesaja 48. Het slot. Dus Jesaja 48. Vers 22. En waarom nou weer 22? Vers 22. Omdat in het Hebreeuws er maar 22 letters zijn. Dus ieder hoofdstuk heeft hier gewoon 22 versen. En wat staat er dan? Dus in het hoopvolle gedeelte van Jesaja, 40 tot 48. Wat is het refrein? Na al die zegen, wat is de boodschap? De goddelozen hebben geen vrede. Zegt hij. Wauw. En dat wordt 3 keer herhaald. Leest u mee in Jesaja 57. Er staat precies hetzelfde. Er staat, de goddelozen, zegt mijn God, hebben geen shalom. Wanneer heb je pas shalom? Als je God kent. En Jezus die hen gezonden heeft. En dat wordt nog een keer herhaald. En nog een keer behoorlijk overgedaan. Jesaja 66. Dan zien we ook wat er met die goddelozen allemaal gebeurt. En daar staat dan. En zij zullen de stad uitgaan en zien de dode lichaam van de mannen die tegen mij in opstand zijn gekomen. Want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust worden. En zij zullen voor alle vlees een afgrijzen zijn. Nou, dat is niet fijn. Dus hier al tot 3 keer toe, als God een boodschap van hoop heeft. 3 keer 9 hoofdstukken, allemaal van hoop. Maar het refrein is tot 3 keer toe, de goddelozen hebben geen shalom. En daar zal het beroerd mee aflopen. Weet je, dat principe doet God iedere keer. Als we de feesten hebben, Pasen, Pinksteren, Loofhuttenfeest, dan is bij het Loofhuttenfeest het allergrootste feest wat dag en nacht gevierd wordt, dan wordt Prediker gelezen. En waarom? Dat je alles voor het aangezicht van God mag doen, staat zelfs bij het 11e gebod. Kent u de 11e gebod? Geniet van het leven met de vrouw die gij lief hebt. Prediker 9 vers 9. Hoor op het Loofhuttenfeest. Grootste feest aller tijden. Kennen we nog niet, maar dat komt, hè? Maar het eind van Prediker, het slot van het liedje staat. En God doet al onze daden voor hem in het gericht komen. Met andere woorden, we mogen voor het aangezicht van Almachtig leven, maar God doet alles wat we doen, er komt vroeg of laat een beoordeling. Het is gewoon zo. Dus ook bij Jesaja in het eerste verbond, 3 keer 9 hoofdstukken van hoop. Maar wel het slotrefijn is, de goddelozen hebben geen shalom. Dus, goddelozen, dat zijn dus niet de atheïsten. Dat zijn de mensen die wel iets van God weten, maar er niet naar handelen. Want de Bijbel, het is niet alleen hoor Israël, maar vooral ook wij zullen dit doen. En daarna horen. Ja? Wij zijn
als christen vaak door het Griekse denken beïnvloed. Dat er een scheiding is tussen denken en doen. Tussen wat we op zondag geloven en wat we op maandag doen. Maar toen Israël de eerste keer de Torah kreeg, wat was hun reactie? Nou, leuk, we zullen zien gaan naar grasduinen. Als we zaterdagmiddag nog 5 minuten over hebben, dan gaan we daar eens eventjes naar kijken. Nee, hun reactie was, dit zullen wij doen. En als je doet, dan moet je je weer afvragen, wat is de volgende stap? Daarom is het woord van God, totdat die blinkende morgenster opgaat, weet je wel? Dat het woord van God is een lamp voor je voet, zodat je de volgende stap weet. En een licht op je pad, zodat je ook nog weet waar je visie is, waar je heen mag. Dat is die twee kanten, die licht voor je voet en een lamp op je pad. Nou. Dus die grote profeten, Jeremia, Ezekiel en in het midden Jesaja. Weet je dat dat ook een opdracht voor ons is, Jesaja? Jesaja 40 vers 1 begint met, laten we dat eens lezen. Jesaja 40. Jesaja 40 vers 1, troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze uit de hand van de Heer het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. Klinkt een stem van iemand die roept in de woestijn, bereid de weg van de Heer, maak recht in de wildernis en gebaan de weg voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden. Wat krom is zal recht worden, wat rotsachtig is zal dan een vlakte worden. De heerlijkheid van de Heer zal geopenbaard worden. En alle vlees tezamen zal het zien, want de mond van de Heer heeft gesproken. Mensen, we leven nu in deze fase. Troost, troost mijn volk, de christelijke ambassade is opgericht in 1980... om Israël juist een andere houding te laten zien van christenen dan we 2000 jaar gehad hebben. Want God zegt, Israël, ik zal u stellen tot een hoofd der volkeren. Maar wat hebben wij ervan gemaakt? Door jaloezie hebben we het tot een staat, tot een voetvee. En in het christelijke Europa de Holocaust. Maar wij mogen de eerste generatie zijn die troost, troost aan Israël. En, waar gaat het om? Alle troep zal weggaan, dalen verhoogd, noem maar op. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden in het midden der aarde. Van het principe wat God in het midden, in het centrum doet, heeft effect tot aan de kustlanden toe. Dat alle vlees zal het zien. En dat is niet wat ik zeg, maar de mond des Heeren heeft het gesproken. En weet je, nog zo'n geweldige profetie uit Jesaja 60. Jesaja 60. Dat hoofdstuk moest je eigenlijk helemaal uit je hoofd kennen. Jongens, dat is toch een van de mooiste hoofdstukken uit de Bijbel. Als Jezus zijn eerste preek heeft in Nazareth, dan citeert hij dit. In Jesaja 60, daar staat op, blijf lekker zitten. Nee, er staat, sta op, word verlicht, want uw licht komt. En de heerlijkheid van de Heer gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedenken en donkere wolken de volken. Maar over u zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie, zij allen zijn bijeengekomen, ze komen naar u toe. Uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen op de heup gedragen worden. Dat is nu, hè?
nu dat wij als christen mogen helpen om Israël terug te brengen. Dan zult u het zien en stralen en uw hart zal diep ontzag hebben en zich verruimen. En nou komt ie. Want de menigte van de zee zal zich naar u toekeren. En het vermogen, het geld van de heidenvolken zal naar u toekomen. Wauw. Weet u dat dat herhaald wordt in het Nieuwe Testament? Romeinen 15 zegt dat wij, heiden, alle zegen via Israël ontvangen hebben. Gods woord, Gods zoon en Gods geest. Wat heb je nog meer nodig? Dan zijn wij verplicht vanuit onze materiële overvloed hem te zegenen. Alleen dat hebben we de laatste 2000 jaar nog niet zoveel gedaan. Maar God zegt hier in Jesaja al, het boek van Yeshua, de rijkdom der volkeren zal gebracht worden. Wauw. Jongens, we gaan verder. Want na de vroege profeten, begint met Jozia, de grote profeten, maar met name Jesaja in het centrum staat, hebben ook de 12 kleine of late profeten. Dan gaan we die 12 natuurlijk niet alle 12 voordragen, maar hooguit begin, midden en eind. En ook daarin zou ik selectief zijn, want anders wordt het heel veel informatie. Kijk, die kleine 12 kent u. Begint met Hosea. En dan kent u dat rijtje. Joël, Amos, Obadja. U kent het. Helemaal goed. Dus die 12 kennen we. Maar nou iets over de inhoud. 12 heeft natuurlijk alles te maken met de 12 stammen van Israël. Ja, dat is niet toevallig. Maar oh ja, staan. Kijk, wij hebben een tientallig stelsel en Israël heeft een twaalftallig. Want het gaat steeds om de 12 stammen van Israël. Begint met Hosea. Nou even begin, midden en eind van Hosea. Begin, Hosea, u weet het hè, je moet zelfs een prostituee trouwen. Dus in het begin van Hosea gaat het om de afgoderij van Israël. Begin. Maar het centrum, Hosea 6 en 7, gaat het over genezing van Israël. En het slot van Hosea, hoofdstuk 14, gaat het over bekering en zegen. Dus er zit een profetische lijn in Hosea van hoe de situatie is, afgoderij, tot genezing, wat God geeft, en dan ook hun eigen reactie, dat ze dan ook zich bekeren tot God. En de zegen van de Almachtige ontvangen. En weet u waarom is dit nou een profetische boek? Want God gaat vanaf het begin het einde al verkondigen. Direct in Hosea 1, vers 18 staat, ondanks die afgoderij, staat dat God zijn volk gaat huwen als een bruid voor eeuwig. Nou, dan zie je dat het gewoon een profetisch boek is, dat God vanaf het begin al de einduitkomst verkondigt. Hosea 1, vers 18, ik ga u werven tot bruid voor eeuwig. Maar niet in die afgoderijtoestand. Eerst genezen en bekeren. Dan pas kan de zegen van de Almachtige overnemen. Zo zijn we. Als we dan Joël zien. Daar alleen het centrum. Joël, hoofdstuk 2. Gaat het over het profetische gebeuren. Want wat staat nu nog te wachten en te verwachten? De dag des Heren.
En de dag des Heren is dus niet de zondag, hè? Die de zondag en de dag des Heren wordt genoemd. De dag des Heren in de Bijbel is de dag dat God komt om te oordelen en om vrij te spreken. Ja? Dus daar hoeven wij niet bang voor te zijn. Die Jezus al heeft aangenomen als Heer en Heiland, komen wij niet in het oordeel. Maar God gaat wel de wereld oordelen. Dat is de dag des Heren. Dat staat in het centrum van Joël. Maar gelukkig op het eind, Joël 3, gaat het over dat Gods woord vanuit Sion gaat en dat God woont te Sion. Dat ging het toch allemaal al om bij Jozua, dat God dus ergens niet in de woestijn blijft ronddolen, maar dat God uiteindelijk, en dat is pas 400 jaar later, hè, bij David, dat God, ja, en eigenlijk ook nog weer later dan David, pas bij Salomo, dat ook de ark in de tempel de rustplaats voor God. En Joël, wat er ook allemaal gebeurd is, Joël 3 geeft aan dat God woont te Sion. Joël 3. Wat dan? De profeet Amos, en daar het begin, midden en het eind, dat is precies een verlengstuk van Joël. Want Amos 1, vers 2 begint, de Heer zal brullen vanuit Sion. Wauw. Weet u wat er dan gaat gebeuren, mensen? Dus eventjes niet in Amos, maar in een andere profeet, die we straks hebben, Hosea. Wanneer de Heer gaat brullen vanuit Sion, wanneer de leeuw van Juda gaat brullen, weet u wat er dan gaat gebeuren? Dan zullen zijn zonen heimelijk vanuit het westen komen. Nou, het westen vanuit Israël gerekend is de grootste hoeveelheid Joden zit nog in Frankrijk, 500.000, en in Amerika, 6 miljoen. Dus wanneer de leeuw van Juda gaat brullen vanuit Sion, het eindpunt, dan zullen zijn zonen, niet alleen vanuit het noorden, de Russische Joden, die zijn al grotendeels, vanuit het oosten, China, vanuit het zuiden, Ethiopië, dat is nu aan de gang, gaan we straks proberen. Maar ook vanuit het westen zullen ze komen. Dat is duidelijk ook een eindtijdplaatje. Maar in Amos begint, God zal brullen vanuit Sion. En dan in het centrum van Amos, daar staat zo'n ene zin. Eén zin. Amos 5 vers 4. Die kent u vast. Zoek mij en leef. Dat is met name eerst voor Israël. Zoek mij en leef. Want wij als christenen samen, en velen met ons, dat wij Israël terugbrengen naar het land, is fase 1. Maar het is niet het eindpunt. Fase 2 is dat ze tot het hart van de Vader komen. Daar gaat het om. En dan zullen we ook in al deze 12 profeten daar eindigen. Dus niemand de deur uit voordat we daar zijn, hè? Ik bedoel, we gaan erop. En Amos op het eind geeft al een profetisch inzicht. Amos 9 vers 15 kent u vast. Ik zal hen planten in hun eigen land voor eeuwig. En ze zullen er niet weer uitgroeien. Wauw. Weet je dat dat profetisch is? Want God zegt in zijn woord dat hij zijn volk 2 keer uit het land zet. 2 keer. En nu ze voor de 3e en laatste keer in het land zijn, zegt God in Amos 9, ik zal hen planten in hun eigen land en hun daar niet weer uithalen. Dan kan God maar 1 ding meer doen, hè? Want tot nu toe had hij 2 keer een escape. Als Israël vanuit Babel terug is in het land.
Maar als je niet de geboden van God doet, dan wordt ze eruit geknikkerd. Maar nu ze voor de derde en laatste keer in het land zijn, kan God hun er niet weer uitknikken. Want dat heeft hij aan alle kanten bevestigd. Dus God kan nu maar één ding meer doen, en dat is hun in het land rein water over hen springen en een hart van steen eruit halen en een hart van vlees geven. Dat is zowel niet alleen in Amos, maar in Ezekiel kent u dat, en ook meerdere profetieën. Dat is dus niet één tekst, maar het profetische woord gaat erom. Dat wanneer God zijn volk nu terugbrengt, heeft het alles te maken met de wederkomst. En vlak voor de wederkomst zullen we wat meemaken. Gaan we zo zien. Na Amos hebben we een profeet die maar één hoofdstuk heeft geschreven. Obadja. En wat is het slot van dat ene hoofdstuk? Wat is het eind van het liedje? Ja, dat is misschien een beetje populair gezegd, maar zo bedoel ik het niet. Maar wat is het slot van zijn boodschap? Vers 21. Het koningschap op aarde zal zijn aan de Heer. Jongens, dat geeft rust. Wie het laatst slaagt, laagt het beste. Wat er ook allemaal gebeurt straks in de wereld. En we krijgen nog van alles. Maar het geeft rust voor ons dat we zeker weten dat het is de kortste profetische boodschap uit het eerste verbond. Obadja, het zijn 21 versen. Het koningschap op aarde. Dus niet alleen voor Israël. Het koningschap op aarde. Dus Genesis 1, hè, dat God de schepper is. En wanneer wordt hij nou koning? Heeft u? Ja, mijn meest geliefde tekst is Openbaring 19 vers 7. Halleluja, de Heer heeft zijn koningschap ervaard. En dan gaat hij tot ons komen. En wordt hij koning, niet alleen van Israël, maar koning der koningen en Heer der Heren. En hier in Obadja. Kortste profetische boek van het hele eerste rond. Dat is het eind van het verhaal. Het koningschap op aarde is aan de Heer. Amen. En dan krijgen we een profeet die zeer bekend is. Tot aan de zondagsschool toe. Jona. Jona, die heeft twee keer het principe van de derde dag. Twee keer. Jezus die haalt het aan, hè, dat ze vragen om een teken. En zegt Jezus, ze zullen alleen het teken van Jona hebben, van die derde dag. En we weten, Jona kreeg alleen de opdracht, Jona, ga naar Nineveh. Alleen dat is vanuit Israël naar het oosten. Maar hij had niet zo'n zin, hè? Dus hij ging naar het westen. Moest een nat pak halen. En na drie dagen is hij weer brood. En God veroordeelt hem niet, hè? Oh, nee. Jona gaat naar Nineveh. Mensen, God heeft een visie en een roeping ook voor ons, hè? En soms hebben we de eerste keer hebben we dan niet zoveel zin, hè? En gaan we precies dingen doen die God niet had gezegd. Soms mogen we nat gaan als een gieter. Maar God veroordeelt niet. Zeg nog steeds, Jona, ga naar Nineveh. Dat was een stad als Zwolle, hè? 120.000 mensen. Dat was drie dagen aan het lopen om er helemaal omheen te gaan. Nou, dat vind ik in Zwolle ook, maar het is een beetje te vergelijken met Zwolle. En Jona had helemaal geen visie, hè? Maar zegt alleen het woord van de Heer. Dus de boodschapper had geen visie, hè? Maar de boodschapper heeft wel visie. Het is niet van Jona afhankelijk, maar van God die het woord spreekt. Dus hij zegt, nou, bekeert u. En waar rimpel, dat doen ze ook nog. En wat gaat Jona doen? Gaan aan de oosten van de stad zitten en heeft loofhuttenrust. In zijn eentje.
En u kent het van die wonderboom, en hij was broeder van die wonderboom, dan 120.000. Ja. Maar goed, hij moet ook nog een les leren. Weet je, ook Israël moet nog een les leren dat ze niet alleen in die loofhut zitten. Loofhut is een teken voor de volkeren. Wanneer wij in de tabernakel van God en in de tempel van God, dan zegt koning Salomo al, Heer, dat dit niet een gebedshuis is voor alleen Israël, maar een gebedshuis voor alle volken. Zo profetisch, jongens, dat wij er gewoon bij mogen. En het allergrootste feest, het Loofhuttenfeest, dat wij er niet naast zitten, maar dat wij erbij horen. Ja? Dat moest Jona nog leren. Jona, zijn naam betekent duif. En weet u wanneer Jona gelezen wordt? Profetische boek Jona wordt gelezen vlak voor het Loofhuttenfeest. Met grote verzoendag. Dan wordt dat gedeelte gelezen. Nou, blijkbaar moet er nog eerst een hoop verzoening gebeuren voordat wij samen met Israël het grootste feest en de maaltijd des Heren en de bruiloft van de Lam kunnen vieren. Maar dat gaat gebeuren. Want dat is het woord van God wat goud zelfs voor Nineveh tot hoop was. Weet je dat Nineveh 100 jaar later wel vernietigd is? Maar God had het oordeel aangekondigd. Maar er is altijd opschuiving van het oordeel als je je bekeert. Dus ze hebben 100 jaar respijt gehad. Maar 100 jaar later wordt Nineveh wel verwoest. Weet je hoe Nineveh nu heet? Mosul. Weet u wat er nu gebeurt in Mosul? Dat Messiaanse jongeren uit Israël zijn 2 jaar geleden naar Egypte gegaan. Weet u waar Jeremia ook al naartoe ging? Maar een woord van hoop had. En wat staat er over die Heerbaan? Dat er vanuit Egypte tot aan Assur, Assyrië. En de hoofdstad van Assyrië was toen Nineveh, wat nu Mosul heet. En vorig jaar zijn die Messiaanse jongen naar Mosul gegaan, waar die christenen niet meer zijn, die Jezidis. Maar wie er nu zitten, zitten in kampen. En dan komen Messiaanse jongeren de evangelie brengen. En die mensen kunnen die kampen niet uit, dus het woord van hoop was het meer. The talk of the day is het evangelie. Er is een opwekking gaande in Mosul in de kampen. Want er gaat gebeuren dat er een heerbaan zal komen van Egypte tot Assyrië. En dus ze gaan de Heer loven en prijzen. Wauw, wij zijn de eerste in de generatie. Wij gaan het nog meemaken. Gaan we straks proberen. De tijd gaat al een beetje verder, dus ik ga een klein beetje richting de belangrijke onderdelen. Laat ik van al die 12 niet alles behandelen, maar wel Zacharia en Maleachi. Zacharia heeft iets profetisch. Want er zal een gebeurtenis plaatsvinden dat Israël zal weten wie hun eigen Messias is. Wauw. Zacharia 12. En in Zacharia 13, er zal een bron ontsloten worden voor het huis van David en de inwoners van Jeruzalem. Tot reiniging en heiliging. Hoogstwaarschijnlijk is dat die bron van Siloam. Weet je wat Jezus daar gedaan heeft? Toen David Jebus innam en tot Jeruzalem maakte, toen zeiden de Jebusieten, je komt er nooit in, joh. Lammen en blinden zul je tegenhouden, je komt er nooit in, joh. Maar David was een herder, die weet de loop van het water, dus via de watertunnel gingen naar binnen, veroverde Jebus, maakte Jeruzalem van. Maar David zei,
Lammen en blinden zullen niet in Jeruzalem zijn. Weet u wat dan onze Heer Jezus Christus, die nieuwe Yeshua, gedaan heeft? Heeft aan de noordkant van die tempelberg, bij het badwoud van Bethesda, een lamme genezen. En heeft aan de zuidkant, in het badwoud van Siloam, een blind geborene genezen. Zodat lammen en blinden samenkomen in de tempel en God gaan prijzen. Kijk, zo'n Yeshua hebben wij. Amen. En daarom is hij ook degene die recht heeft op die troon van David, die herstel geeft, zelfs voor lammen en blinden. Zodat we samen de Heer gaan prijzen. En als Jezus laat zien, met het loofhuttefeest, zegt Jezus op het eind, wanneer hij de mensen weer naar huis gaat, dan zegent, ja, dan is aan het eind van het loofhuttefeest, wordt de Torah geëindigd en weer opnieuw begonnen met Genesis 1. En het eerste woord wat God zegt is, er zij licht. En precies op dat moment, als ook het loofhuttefeest voorbij is, dan staat Jezus daar bij de tempel en zegt, ik ben. Hallo, dat mag je niet zomaar zeggen. Tenzij je één bent met de Vader, zegt na Jezus in naam van de Vader, ik ben het licht der wereld. Dat is Genesis 1. Dat is de zegen die met je meegaat. En dat moet je wel kunnen zien. En Jezus zegt niet alleen, ik ben het licht der wereld. Maar direct de volgende hoofdstuk laat hij die blind geborene in het badwater van Siloam het gezicht weer zien. En dat badwater van Siloam wordt gebruikt, want daar wordt het water opgeput bij het loofhuttenfeest als een teken omdat men God gaat bidden voor regen voor de nieuwe periode. Dat God weer koren en wijn en olie geeft. En als we dan Zacharia 12, dat God zijn volk laat zien wie hun eigen Messias is, dan is er een bron ontsloten voor het huis van David en de inwoners van Jeruzalem. Kom zo op. En dan direct het laatste hoofdstuk, Zacharia 14, dat alle volken zullen opgaan naar Jeruzalem en het loofhuttefeest vieren. Wauw. Ik was er net met 8000 mensen. Dus allemaal stage lopen voor de eeuwigheid. Ja, en gelukkig hebben sommigen het gezien op livestream, dus ook dat kun je meemaken. Maar als daar heel duidelijk staat, er zal een bron ontsloten worden voor het huis van David en iemand van Jeruzalem. Weet u dat dat het kernwoord is voordat Jezus terug kan komen? Er zijn drie voorwaarden voordat Jezus terug kan komen. De eerste is dat het evangelie de wereld rondgaat en wij roepen Maranatha, Heer, kom spoedig. Amen. De tweede is dat God zijn volk gaat verstrooien en hen terugbrengt in het land. Nou, wij zijn getuigen dat die tweede al bijna vervuld is. Maar de derde, de meest cruciale, dat Jezus ook zegt tegen Jeruzalem, en de inwoners van Jeruzalem, gij zult mij niet meer zien. Totdat ook gij zegt, Baruch haba b'shem Adonai, gezegend hij die komt in de naam des Heer. Daarom moet dus ook voor de leiders van het volk en de inwoners van Jeruzalem het badwater van wedergeboorte. Net zo goed voor ons, ook voor hen. Zodat wij samen met Israël zeggen, gezegend hij die komt in de naam des Heer. Amen. En de laatste van die 12 profeten is Maleachi. En waar eindigt Maleachi mee? Dat kent u vast. De dag des Heren. En dat God, voordat die dag des Heren er is, die profeet Elia gaat zenden, zodat het hart van de kinderen teruggaat tot het hart van de vader, en het hart van de vader terug naar de kinderen. Weet u dat dat profetisch is? En dat nu in deze tijd werkelijkheid wordt. Want de vaderen, dat is niet alleen maar leuk dat er herstel is in een gezin, dat is wel geweldig, maar de vaderen in de Bijbel zijn altijd Abraham, Isaac en Jacob, de vaderen.
En als God gaat bewerken dat het hart van de kinderen van Israël, die nu in Israël zijn, dat ze terugkeren naar het hart van Abraham, Isaac en Jacob. En naar de God van Abraham, Isaac en Jacob. Jongens, dat is een profetisch getuigenis wat we nu zien. Ik heb voor het eerst nu gehoord op het Loofhuttefeest dat er al 30.000 Messiaanse Joden zijn in Israël. Het gaat nu hard. En vorig jaar waren wij uitgenodigd voor 50 jaar in Jeruzalem. Om te, voor de eerste prayer breakfast voor Jeruzalem. En we waren met 500 christelijke leiders. En Joodse mensen uit de Knesset. En degene die het georganiseerd was, was een Messiaanse Jood. En de zangdienst werd door zijn dochter gedaan. Nou, dat was helemaal Yeshua voor en na. Jongens, er is een opening. Tuurlijk nog. Rustig aan, maar daar gaan we nu voor bidden. Dat God niet alleen zijn volk terugkeert naar het land, maar terugkeert tot het hart van de Vader, zodat wij samen met Israël zeggen, en de komst van Jezus verwelkomen, tot aan, we hebben gelezen, het profetische woord achter we des te vaster, totdat de morgenster opgaat in ons hart. En dat we samen met Israël zeggen, gezegend Hij, die komt in de naam van de Heer. Amen.